What up mensen, mijn naam is Nissim. Mijn naam is QC. En welkom bij een nieuwe aflevering van het Rad van Supergaande. Ja man, supergezellig. We zijn er weer. Tot nu toe was het allemaal leuk. Ja. Ik ben hartstikke gezellig. En vandaag... Bro. Een oude vriend. Een oude vriend. Het is geen rapper. Nee. Het is geen... Zanger. Ook geen zanger. Geen comedian. We wouden eigenlijk Rico fixen, maar die kwam... Die had wel een carrière. Deze is de druk voor jullie. Maar vandaag Melvin Manhoef in de studio. Ja, man, zien we toch, man. Onze vriend, jongen. Echt, ik vind het leuk. We hebben veel dingen meegemaakt, toch? Ja, ik zweer het je, man. Ik voel een band gewoon. Ja, een familie gewoon. Ja, zo voel ik ook klappen, maar... Dat weet ik. Hij heeft nog steeds nachtmerries, hè? Nachtmerries, bro. 2018 kom ik terug voor hem. Ja. Dat is een woord in de wandelgangen. Luister, je weet wat ik gezegd heb. Jij bent echt altijd welkom. Voor jou blijf ik gewoon... Jullie kunnen tot mijn honderdste, wil ik daar jullie leuk, vinden, man. Leuk, gezellig. Dat komt helemaal goed. Geloof me. Volgende vecht ga je de 100 niet halen, man. Goed, Melvin. We hebben hier een rat. Wij doen heel veel interviews op straat. Tenminste, de laatste tijd niet echt meer, sorry jongens. Maar deden we wel. En we hebben al die vragen die we op straat ooit hebben gesteld, hebben we op een rat gegooid. En daar gaan bekende mensen aan draaien en die moeten dan antwoord geven. Als je weigert, hebben we een box, ga je in grabbelen. En dan komt er een challenge uit die je moet doen. Waarvan één challenge denk ik wel heel tof is voor jou. Wat gaat het worden? Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Waarmee mag jouw dochter niet thuiskomen? Ja. In ieder geval met jullie twee toch? Nee. Je ziet er wel uit als een vader van je, wanneer die guy om een date kon vragen. Je staat daar maar voor je weet toch, als je gewoon bij mij thuis komt, zelf met mijn dochter, dan waarschijnlijk laat ik een paar dvd'tjes zien en zo. Dan weet je wel wat je gewoon moet doen. Snap je wat ik bedoel? Kom, zit, dus. Kijk. Dit ben ik. Stel je voor, het is een guy die zeg maar van het kamp Remy Wojaski is, zeg maar. Iemand die daar de zoon heeft. Van Remy. Mag de zoon van Remy... Is geen probleem, dan krijgt de zoon van Remy ook per slag. Hoor. Het is op deze. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, ik ook wel. Ja. Wat is je allerduurste kledingstuk die je ooit hebt gekocht? Nou, dat is niet zo duur. Nee? Ik ben niet echt... In de merken, ik ken de namen ken ik niet eens uitspreken, snap je? Ja. Maar dat komt denk ik door die tand dat je niet goed kan praten. Je hoort me de hele tijd goed, dus mijn tand heeft er niks mee te maken, bro. Dus mijn tand heeft er niks mee te maken, bro. In deze aflevering gaan we jou ondertitelen. Ja. Je begint alweer. Shit, man, oké. Dat hebben we net slaan. Geen probleem, maar ja, ik weet niet. Ik heb niet echt dure dingen of zo, snap je? Okay. Ik heb wel wat dingetjes, maar. Het is niet echt duur dat ik zeg van wow, kijk maar. Jij was in een lekkere vieze vraag. Oh, die komt eraan. Ja. Ja, lekker man. Weet je wat het inhoudt? Nee, weet ik niet man. Wat mijn outfit is. Ik dacht dat je het ging vertellen. Wat is jouw favoriete standje? Favoriete standje. Ik ga dan toch wel voor die doggy, man. Die doggy, ja. Voor iets zeg maar dat je, ik weet dat je boos wordt tijdens seks of zo. Ja, gewoon. Ja, af en toe, je weet gewoon, alles kapot maken. Af en toe moet je wel even laten zien wie het was, toch? Ja. Dat is geen probleem. En hoeveel klinkers voordat je... Ik vind het leuk als jij het vraagt, ik kan het niet. Nou, hoeveel klinkers geef je? voordat je klaar bent. Weet je wat een klinker is toch, erin en eruit, gewoon die. Die booty clap. Klaar. Ja, man. Ik heb ze nooit geteld, man. Ja. Moet je ook bijvoorbeeld. Moet je ook goede seks hebben nadat je een partij hebt verloren of zo, bijvoorbeeld? Nee. Je mag toch ook naar een partij toe iets van 6 weken geen seks? Nee, joh, dat is bullshit, man. Dat zeggen ze. Ja, man. Ik heb vorige keer. Wow. Hij zag RTL Boulevard al gewoon voorbij komen, shit. Wat ga ik zeggen? Ja! Hey, man. Het gevaar was super gaande, man. Je vertelt alles. Ja. Nee, Ik doe... Ja, volgende keer, hè. Wow. Shit. Gewoon, ik doe gewoon meestal... 2 dagen. Ik wou zeggen, niet, weet je, dan. Ik wou zeggen, hij staat met een mond vol tanden, maar. Oh shit. Ik
ik hoop echt, jongen, dat ik ooit een keertje nog, als jij nog één keertje komt, ik zweer het je. Ik beloof het bij deze. Hand op mijn hart. Ik zweer het je. Ik sla hem zo zwaar van de wereld. Zo zwaar. Ik ga niet eens, ik ga gewoon doen, net of die Rico Verhoef is. Ik zweer het je, zo zwaar ga ik van de wereld. Echt. Geloof me, het komt helemaal goed. Nice, zo heet me de tyfus hier ook. Tering. Ik ga stuk, man. Ja! Oh, dit is hem. Dit is hem. De welbekende vraag. De vraag die bijna iedereen op, laten we zeggen, iedereen nekt. Hoeveel geld staat er op jouw rekening? Je zakelijke rekening. Waar alles op staat. Niet je privé, waar je zo even te zien. Een barkie, nee. Pakken. Nee, gewoon echt zakelijk. Die lijpen, waar al die gevechten, waar Remy ook nog bij is. Waar die check nu al is bijgeschreven. Die is sowieso voor het nieuwe jaar nog erop gezet. Ja, man. Je kan weigeren, hè? Dan moet je challenges doen. Even. En ik wil het ook graag zien. Het is niet dat je zegt van ja, ik heb een ton erop staan. Nee, ik wil zien van oké, dit is dat erop. Kan ik, weet je wat, het is heel moeilijk, maar weet je wat ik doe? Ik kan het jou wel laten zien, stiekem dan. Ja, oké. Maar niet, nee, jou niet. Oh, wat doe je? 9-8. Nee man, ik moet echt die bal trekken. Ja? Ik moet echt die bal trekken. Oh, shit. Is het... Motherfucker, ik moet je low kick geven. Is het een low kick? Ik moet jullie nee. Low kick. Nee, jij krijgt een low kick. Lees voor. Nezem of Q krijgt een low kick. Wat nee? Bro. Wat, bro, laat me. Oh, bro. Je krijgt één low kick van Q en Nes. Kom dan maar. Ik kan niet echt hier. Zie je, hij is gewoon. Hij is... Heb je hem al gegeven of niet? Zo. Jezus, hé. Wat een koude poe. Hey, dit is. Zelfs mijn fucking zoontje trapt gewoon naar de bro, hey, dit is, ik heb niet hard gedaan. Oh, gaat hij dat zeggen? Nu opeens gaat hij niet hard doen. Oké. Okay. Hier, hoor. Ja. Bro, ik heb zelf geen gaat pijn, man. Kom. Oh, waarom zeg je die ding, man? Hij zet gewoon die been zo. Dat zeg ik toch? Ik heb niks gedaan. Jawel, je houdt hem tegen. Bro, ik doe ook gewoon, ik ken het. Wat moet ik dan doen? Ik heb nu gewoon meer pijn als jou. Ik heb het toch gedaan? Ik heb het genomen, man. Jullie zeiken, man. Dit zijn gewoon flikkers. Je moest gewoon slappe been houden. Hey, deze mannetjes zijn gewoon echt, is niet normaal. Je vertegenwoordig, echt. Kom op, wees een beetje bikkel, man. Hoe vaak... Nee. Dat was hier, man. Jammer. Ben je net terug. Jammer. Shit. Krijg je wel eens naaktfoto's? Nee. Mooi god. Lieg jij nou? Dus jij weet niet... Luister dan. Je hebt sowieso een paar van die getrouwde 40-jarige vrouwen die zeggen... Hé, Melvin, hé. Dat is een rare stem, man. Ja, ik weet echt niet. Ik weet niet. Nee, jongen. Dat kan ik toch nooit krijgen, grap. Hey, how are you doing? Hoe kan ik dat nou krijgen? Ik heb 11 jaar heb ik een relatie. Ja, van mijn vrouw krijg ik mooie foto's. Nee, maar je krijgt wel op Instagram in een DM van... Hey, how are you doing? I'm in Italy. You nee, come nee. Geen probleem, man. Heb ik echt niet. Meen ik serieus. Mijn vrouw doet Instagram. I saw you lost the fight again, but I can make you happy. And, Nee, die krijg ik ook niet, man. Ja, maar je hebt nog nooit een naaktfoto van een chick binnengekregen? Tuurlijk krijg je wel een naaktfoto van een chick, maar ja, niet nou? De laatste... Nee, serieus. Sinds ik met mijn vrouw ben, krijg ik dat niet, weet je. Dus sinds je vrouw... Dus 11 jaar lang heb je nog niks gekregen? Nee, man. Bro, 11 jaar geleden kon je deze naaktfoto sturen. Je moest via de postman, bro. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Wat? Woorden. Moet ik hem weer stellen? Doe het. Oké, Melvin. Je denkt dat je het weet. Is baffen normaal? Ja. Ja? Ik denk het wel. Wil je weer even een momentje creëren? Je doet het ook dus? Nee, maar het is wel normaal, denk ik. Het is toch gewoon normaal. Heb je het ooit gedaan? Nee, luister. Ik heb het nooit gedaan. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij wel, ja. Was ik eruit gegleden? Ja, hij was ik eruit gegleden. Ging iets te ver, weet je. Gewoon, hup, van boven naar beneden. Nee. Okay, maar ja, het is niet mijn favoriete bezigheid of zo. Maar een ander voorbeeldje. Een vrouw die in de kont ligt van een man. Is ook niet echt favoriete bezigheid, maar is wel gebeurd. Is dat eens gebeurd? Is dat eens gebeurd? Ja. Echt? Ja. Bro, je bent daar echt te gespeed voor, man, bro. Ja, maar zie dat ik helemaal zo lig geweest. Je bent je benen open. Ja, maar hoe lig je dan? Nee, man. Gewoon met je kont omhoog of zo. Ja, nee.
Nee, gewoon zeg, je weet toch? Ja, dat is af en toe gebeurt dat wel eens, jongen. Maar hoe je ligt gewoon, bro. Je weet toch, dan zijn ze bezig. Ik heb ze die ballen en dan gaan ze een beetje naar beneden. Ja. Maar had je toen ook dat, zeg maar, dat rokje aan die altijd met die café? Nee, dat doe ik het niet. Dat doe ik het niet, bro. Dat doe ik het niet. Hey. Klopt niet daar. Je weet toch hoe die altijd komen redden? Hey, ik ga gelukt worden. Met die ketting. Zie je Mike ook? Hey, hey, fuck jullie man, hey. Klootzak. Met die spons. Hey, fuck jullie man. Oh shit. Hey. Andere vraag, man. Andere vraag, bro. Andere vraag. Hey. Ik denk dat we klaar zijn. Hey. Esso. Oh, mijn buik doet zoveel pijn. Doe dat niet maar Esso. Ah, ik kan niet. Hey. Dit is echt niet. Hey, stop met die shit, man. Oh, mijn god. Ik heb doodgelachen. Ik kan niet meer. Melvin. Ja. Ik wil je oprecht bedanken voor je kom. Ja, man. Ik vond het geweldig, man. Ik ben gelachen. Ja, dankjewel. Ik vond het ook geweldig. Als ik de hoofdpijn thuis krijg, jongen, ik zweer het je. Kom ik echt jullie halen. Goed. Ik voel zo pijn in mijn buik. Rustig, vriend. Nou, voor de mensen thuis. Als jullie het tof vonden, like, abonneer, laat een leuke reactie achter. Je kan Melvin ook volgen op Instagram. Waar kunnen ze je volgen? Melvin, dan is je man of man. Lekker, man. Ga dat doen. Alles staat in de beschrijving. Ik hoop dat je het echt tof vond. Ik heb doodgelachen, man. Ja, dat was echt leuk, man. Heren, ik moet je wel eerlijk zeggen. Weet je, ondanks alles, ik heb jullie vaak gezien. En ik vond dit echt geweldig, man. Het was echt leuk om te doen. Ja, love. Dankjewel. Jongens, dankjewel voor het kijken. Peace. Ja.